De meeste mensen die struikelen over de eerste stap, het aankopen van panden. Maar ik zal je beloven, op de lange termijn stijgt vastgoed altijd in waarde. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij weer een nieuwe video van de Real Estate Masterclass. Mijn naam is Joran, zoals je het dus waarschijnlijk weet. En vandaag ga ik het met je hebben over de vijf essentiële stappen bij het aankopen van vastgoed. We maken nu al een tijdje video's voor je en laatst vroeg iemand aan mij... ...Joran, hoe koop ik eigenlijk vastgoed aan? En het eerste wat ik dacht was, ja, daar maak ik toch al heel de tijd video's over. Maar ik bedacht me dat ik vaak onderdelen van het proces bespreek. Dus ik heb het met jou over banken, ik heb het over waar vind je panden... ...wat doet een beheerder, hoe verbouw je, waar let je op, maar nooit het hele stappenplan. Dus wat ik vandaag met je wil bespreken, is dat ik in vijf minuutjes... ...even kort met je ga bespreken hoe je precies pand aankoopt, waar je aan moet letten... En hoe de rest van het proces in zijn gang gaat, zodat je uiteindelijk aankomt bij het verhuren. Waarbij je natuurlijk daadwerkelijk geld op je rekening krijgt. We starten met stap 1, het aankopen van een pand. Dit is de fase waar de meeste mensen gelijk in blijven hangen. De fase waar 80% van de mensen niet voorbij komt, omdat het ze niet lukt om het goede pand te vinden. En dat kan door verschillende dingen komen. Natuurlijk is het zo dat momenteel de rente een hoge hoop is gestegen. Dus dat maakt dat het wat lastiger is om lucratieve panden te vinden. Want de huizenprijzen zijn nu hoog en de rentes zijn nu hoog. Dus het gedeelte panden wat geschikt is voor, jou, voor jouw vastgoedstrategie... is gewoon heel erg beperkt. Daarvoor een paar tips... Weet dat er altijd goede panden te vinden zijn. Je hoeft niet in de randstad te zoeken, sterker nog, liever niet, want daar hebben we door de opkoopbescherming een stuk minder keuze. Maar kijk bijvoorbeeld wat in het oosten van het land, wat in het noorden van het land, of juist het zuiden, richting uh, Friesland en Groningen, of juist richting Limburg, want daar liggen de huizenprijzen nog een stuk lager. En misschien verhuur je dan niet aan die high-end expats, wat je zou doen in Den Haag of Amsterdam, maar dat hoeft helemaal niet. Dus, als je vuurt aan een gezinnetje of aan een stelletje, dan kom je daar ook nog heel goed uit met je rendement. Stel je voor dat je in de Randstad een woning zou kopen van 3 ton en die zou verhuren voor 2000 euro per maand. Dan kan je prima in Limburg bijvoorbeeld een woning kopen voor 150.000 euro en die verhuren voor 1000 euro per maand. En daarbij in die prijsklasse kom je gewoon een stuk meer uit bij de gezinnetjes of de stelletjes. Let er voor de rest op dat de woning goed onder de marktwaarde is, dat geeft jou toch altijd een beetje marge. Dat verlaagt je eigen inleg, het eigen vermogen wat je, wat je moet betalen en dat verhoogt dus ook jouw rendement op eigen vermogen. Hoe weet je of een pand onder de marktwaarde is? Heel simpel, kijk naar de buren. Is hun huis ooit verkocht voor 2 ton, 2 maandjes geleden en jij kan het huis daarna kopen voor 180.000 euro, dan kan je redelijkerwijs beslissen dat het pand onder de marktwaarde is. Stap nummer 2, financieren. Als jij een woning koopt van 2 ton, dan ga ik er even voor het gemak van uit dat jij die 2 ton niet helemaal op je rekening hebt staan. En dat hoeft ook helemaal niet. We leunen graag op de hulp van de bank bij het aankopen van vastgoed. Banken geven ons een hypotheek en wij betalen daarvoor in ruil rente. Er nou zijn er twee soorten banken waar je uit kan kiezen: de inkomensafhankelijke banken en de niet-inkomensafhankelijke banken. Ook wel de reguliere banken en de vastgoedbanken genoemd. Nou, wij doen de meeste zaken met de vastgoedbanken, omdat die niet kijken naar inkomen. Die kijken alleen naar het pand en hoeveel huuropbrengsten dat oplevert. Je kan ook zaken doen met de inkomensafhankelijke banken. Het voordeel daarvan is, is dat zij een lagere rente geven en een hogere loan-to-value. Dus dat betekent dat je meer mag lenen tegen een lagere rente. Het financieringsproces bij een bank kan best lang duren. Ergens tussen de drie en de zes weken ben je meestal wel kwijt. Dus zorg ervoor dat je genoeg tijd hebt tussen het aankopen van de woning en het passeren daarvan. En de banken... De Nederlandse vastgoedbanken financieren tegenwoordig maximaal 80% van de waarde van het pand. En de overige 20% moet jij zelf inleggen. Stap nummer 3: verbouwen. Nou, de kans is heel groot dat de woning die jij aankoopt nog voor meer of mindere mate verbouwd moet worden. Tenminste. Ik heb nog nooit een woning aangekocht waar nog niks aan hoefde te gebeuren. Die pareltjes die liggen helaas niet meer voor het oprapen. Dus we focussen ons op de panden waar we nog waarde toe kunnen voegen. Dus dat betekent dat we gaan verbouwen bijvoorbeeld met een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer of soms een stuk simpeler door bijvoorbeeld alleen even te schilderen en een nieuw laminaatje in de woning te stoppen. In ieder geval zorg je ervoor dat de woning er aantrekkelijker uitziet, zodat deze verhuur klaar is. Nou, als je handig bent, kan je het verbouwen zelf doen. Als je minder handig bent, dan schakel je daarvoor een aannemer in. Stel je voor dat jij een grote verbouwing gaat doen, waarvan je zeker weet dat die duidelijk waarde gaat toevoegen aan het pand, dan kan ik je aanraden om een zogenaamd bouwdepot te openen bij de bank. Dan zeg je tegen de bank, dit is de woning nu, dit wil ik eraan gaan verbouwen en vervolgens verwacht ik dat het dit waard is. Ook altijd in overleg met je taxateur en het verschil daartussen zal de bank dan aan jou uitkeren. Stel je voor dat jij voor 10.000 euro gaat verbouwen aan een woning en daarvoor creëer jij 15.000 euro aan waardestijging, wat heel goed mogelijk is. Dan zal de bank jou ook een hypotheek geven op basis van die 15.000 euro en niet op basis van die 10.000 euro die je erin hebt gestopt. Dit is specifiek handig als je zelf handig bent, want ja, dan kost het je vast geen 10.000 euro. Maar ook als je alles doet met behulp van een aannemer, zoals ik, is dit een hele goede methode om met behulp van de bank jouw verbouwing te laten financieren. Stap nummer 4: verhuren. Uiteindelijk kopen we die panden aan om. Te verhuren en niet om leeg te laten staan. Veel mensen vergeten dit. Wij leven van de cashflow, wij leven van de huurinkomsten en niet van de waardestijging van een object. Want daar kan je niet van eten. Dus zorg ervoor dat jouw pand goed verhuurd is. Goed verhuurd betekent niet altijd super hoog verhuurd. Het komt namelijk heel erg voor dat als jij echt aan de bovenkant van de markt zit, stel je voor dat jij 2000 euro huur per maand zou vragen, dan zal er ongetwijfeld iemand wanhopig genoeg zijn in de huidige markt om op dat aanbod in te gaan. Maar stel je voor dat die persoon daarna een aanbod krijgt van de buren... om daar te huren voor 1500 euro per maand. Dan is die persoon binnen no time weer weg. Dus je wil de goede middenmoot vinden tussen een huur die hoog genoeg is... zodat je lekker uitkomt met je rendement... maar een huur die niet zo hoog is dat je huurder bij het minste of geringste... over zal stappen naar de concurrentieverhuurder. Verder screen je een huurder of die persoon goed verdient... of die persoon netjes is, geen criminele achtergrond heeft... en gewoon een beetje op je buikgevoel. Het is overigens ook zo, dit allemaal kan je ook uitbesteden aan een verhuurmakelaar en dan gaat die alle checks voor jou doen. Dit is superbelangrijk, want je vraagt echt aan deze personen van hey, wil je in mijn huis komen wonen? Het is jouw huis, uh, maar jij gaat er niet wonen. Jouw huurder gaat er het grootste gedeelte van zijn of haar tijd besteden. Dus je wil dat die persoon genoeg verdient om de huur te betalen en respectvol omgaat met jouw woning. En dat die persoon ook dankbaar is dat hij of zij bij jou mag wonen. En vervolgens komen we aan bij stap 5, het beheren. Uiteindelijk is vastgoed een passief inkomen, maar is het nooit 100% passief? Ik geloof dat 100% passief inkomen ook niet bestaat. Uiteindelijk zal er altijd een kraan zijn die lekt, of een keuken die een beetje kapot gaat, of een huurder die wel eens iets heeft gesloopt of die. Een tegenvaller heeft waardoor hij zijn huur een keer niet kan betalen. Nou, je kan dat allemaal zelf gaan oplossen, maar zelf kies ik ervoor om daarmee in zee te gaan met een beheerder, een vastgoedbeheerpartij, die dit allemaal oplost. Die ervoor zorgt dat de huur geïncasseerd wordt, die bereikbaar is bij gebreken of defecten aan de woning en die ook paraat is als iemand zich bijvoorbeeld heeft buitengesloten, wat de laatste tijd bij mij best wel vaak is voorgekomen. Nou, nogmaals ik wil dan zelf niet geweld worden want voor mij is vastgoed een passief inkomen en daarvoor laat je de woning beheren bij een beheerpartij. En op die manier hebben we de stappen van aankopen tot het beheren van je woning besproken. Natuurlijk duurt het hele proces iets langer dan deze video, maar uiteindelijk is dit alles waar het op neerkomt bij het aankopen van vastgoed. Klinkt misschien heel simpel en dat is het ook. En nogmaals, de meeste mensen die struikelen over de eerste stap, het aankopen van panden. Maar ik zal je beloven, op de lange termijn stijgt vastgoed altijd in waarde. Dus wat ons straks staat te wachten met Prinsjesdag, hoe Box 3 ook gaat veranderen en wat voor wereldwijde recessie we ook op afstevenen. Ik heb geen idee. Het zal ongetwijfeld in mijn leven voorkomen dat de vastgoedmarkt een keer flink gaat dippen. Maar mijn beleggingsstrategie heeft een rijkwijd van 30 jaar. Dus zolang mijn vastgoed over 30 jaar nog meer waard is dan vandaag, stap ik in. En als jij het net zo ziet, dan moet je investeren in vastgoed. En als jij snel rijk wil worden, dan is deze video niks voor jou. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je graag bij een volgende video.